ben van overtuigd dat jullie zo enthousiast zijn en dat jullie fantasie zo groot is, dat jullie mij kunnen helpen om een heel mooi kunstwerk te gaan maken. Ik heb hier een voorbeeld van een schilderijtje in het klein. En wat is het nou eigenlijk? Het is gewoon fantasie. En dat is iets wat jullie nog heel erg hebben. Gisteren heb ik alvast een ondergrond gemaakt. En mijn vraag aan jullie straks is of jullie samen met mij een tekening erop willen maken. Zodat we dit mooie kunstwerk aan het eind van de periode kunnen gaan verkopen. En dat geld gaan we dan weer aan een goed doel schenken. Zodat wij de wereld samen mooier maken. Ja. Willen jullie dat? Ja. Nou, cool. Ja, ik dacht ook aan Mr. Krabs of zo, van SpongeBob. Ja, meneer Krabs, meneer Krabs. Ja. Ja, dat is fantasie. Ik wist helemaal niet dat ik een gitaar zou tekenen, maar jij zegt gewoon gitaar. En ik denk, ja, dat is toch wel goed gezien. Ja, dit is de tweede keer dat ik boksje in de klas heb. Vorig jaar kwam je bij mij in de klas. Omdat we in de klas hadden we het thema, hoe werkt een kunstenaar? En hij is met die kinderen gaan werken. Met zijn manier van ja, kunst. En blijkt gewoon dat dat heel nauw aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Zijn creaties roepen bij de kinderen vaak heel veel enthousiasme op. En ze kunnen ook heel direct zelf aan de slag. Hij maakt een opzetje en de kinderen die gaan daar meteen ja, met hun fantasie en met hun eigen creativiteit gaan ze daarmee aan de slag. En je ziet ook, ze zijn gewoon ja, ze zijn heerlijk aan het werk. Ik heb met Boxy heb ik een paar tekeningen gemaakt. Kijk, dit is mijn tekening. Daar gaan we allemaal doen en geloof ik een boek van maken. Nee, verkopen. Naar het goede doel.